De Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, heeft vandaag een onderhoud met president Chandrika Prasad Santokhi. Dit bevestigt voorzitter Ronald Hooghart tegenover onze nieuwsdienst. Waarover het gesprek zal gaan, kon Hooghart niet zeggen. De voorzitter zegt dat de kwestie rond het ultimatum, dat gisteren verliep, om de afgesproken 25% loonsverhoging voor ambtenaren met terugwerkende kracht in orde te maken, zeker aan de orde komt bij het gesprek. De president nodig mij uit voor contact hier. Die 2 euro. Ja. De volgende dan naar resultaat. Nou, nog de balen. Dat kan een bijna wat op. Hooghart zegt verder dat het hem niet zal verbazen als de regering met verdeel- en heerspolitiek op de organisatie afkomt om de zaak opnieuw te verbloemen. De organisatie blijft bij het standpunt om de acties te voeren als de regering niet aan de eisen voldoet. Als het aan Hooghart ligt, is de oorlog al begonnen, tenzij de regering vandaag met goed nieuws voor de ambtenaren voor de dag komt.